Ja, inderdaad. Thomas de Trie zit bij ons. Hij is net binnengewandeld. Dag Thomas. Proficiat met je rondje alweer vandaag. Je hebt het uitstekend gedaan. 3 dagen na elkaar ook al. 2e plaats op dit moment. Ik neem aan dat jij je supergoed voelt. Inderdaad. Het was een superdag vandaag. All in all, echt alles top. Driving was goed, ijzers waren goed. Putjes ook, short game ook. Dus eigenlijk veel beter dan de vorige 2 dagen. Maar de scoring was eigenlijk hetzelfde als gisteren. Dus in het algemeen heel tevreden met vandaag. En hopelijk kan het morgen nog beter zijn. Ja, als de putjes vallen ook wel. Hè, want op een bepaald moment, bepaalde keren, was er wel de kans om hoger te scoren nog. Inderdaad. Het heeft ook een beetje geregend. Dus de greens, voilà. Iets trager. Ik moest een beetje ajusteren. Ja, en, aanpassen. Een beetje aanpassen. Ja. Aan de talen ook. Aan en zo, de talen ja. ook, ja. ja. Dus ja, ik heb dat een beetje moeten doen. Maar in het algemeen heel veel goede puts geraakt. Dus in het algemeen vond ik het heel goed. Ik zag jouw interviews ook gisteren en vandaag bij de Engelstalige collega's. Ja. Ik zie je shinen ook, want je hebt er zin in en je voelt je duidelijk zeer goed ook met het thuispubliek, hè? Inderdaad. Ik woon eigenlijk niet meer in België, dus ik zie mijn vrienden, ik zie families, ik zie sponsors ook, ik zie gewoon fans. En dat is eigenlijk iets dat je niet zo vaak ziet in Amerika. Af en toe wel een paar Belgen, maar niet... Natuurlijk, hier is het echt de max, dus het is fantastisch. De jonge spelers die krijgen stress van zoveel volk te zien en zo. Ja. Hoe zit dat met jou? Je wordt eraan gewoon, denk ik. Ik speel nu al 6 jaar, denk ik. En het is gewoon, you get used to it. Ja, oké. Okay. De droom, daar hebben ze het ook al over gehad in de interviews. De droom is jouw eerste zege in eigen land. Ja. Gaat die er komen morgen? We'll see. Ik denk het wel. Ik denk het wel. No pressure. Ik ben gewoon goed aan het spelen. Ik ga gewoon genieten van een dag morgen. En hopelijk kan het een topdag zijn voor alle fans, voor alle Belgen en voor mijn eigen ook. Ja, hoe moet hij het aanpakken, Didier? Ik denk dat hij gewoon de komende morgen zal moeten spelen zoals de laatste 3 dagen. Maar welke score denk je dat gaat winnen? Ik heb de scoreboard nog niet gekeken. Maar nu sta je één slag achter. Ik zou zeggen, min 19 is waarschijnlijk genoeg. Morgen min 4 spelen? Dus morgen min 5 spelen voor mij. Ah ja, oké, inderdaad. Jij staat op min 14. 14 plus... Ja. Min 5 spelen, ja. Min 5, ja. Min 5 morgen. That's done and dusted. Oké, okay, hopelijk, hè. Wat doe je vanavond? Waar ga je slapen, bijvoorbeeld? Mijn vrouw en mijn dochtertje zijn vanavond aangekomen, dus ik ga naar huis. Ja. Samen rusten met de familie en hopelijk goed slapen. Ja, absoluut. Jouw eerste toernooi op de Challenge Tour was in Kleidaal. Ja, inderdaad. Weet je toen wie dat er gewonnen heeft? Simon Forstrom? Ja, echt waar. Echt? Ja, dat is 2016 maar dat was dat. Nee, ja, dat weet ik nog. Maar Simon Forstrom, dat wist ik niet meer. Wauw. Wow. Dus het is tijd voor revanche. Absoluut. Inderdaad, het is tijd voor revanche. Ik laat je gaan en dan spreken wij morgen nog eens af. Met de beker, die mag je dan meebrengen. Graag gedaan. Oké? Okay? Deal. Ja, goed. Goeie deal. Dankjewel om langs te komen. Dankjewel. En hopelijk tot morgen. Tot morgen. Wat het ook wordt. Oké, okay, veel succes.